Leerlingen. Vandaag starten we met het thema media. In deze video ga ik jullie eerst een korte inleiding geven van het thema media, om vervolgens met het eerste gedeelte te starten, de enquête. Dus zoals dat jullie kennen, onze thema's zijn opgebouwd uit verschillende deeltjes, dus verschillende stukken. In het eerste stukje gaat het thema enquête zijn. Als je verder gaat en je pagina, dat is dan naar pagina 4, dan zie je daar een stukje staan. Het is de bedoeling dat je die enquête zelf gaat invullen. Dus dat gaat voor elke leerling ook anders zijn. Je geeft daarin aan in welke mate dat je deze media gebruikt in je dagelijkse leven. Dus bijvoorbeeld de krant. Ah, ik gebruik dat nooit. Dan ga je hier een kruisje zetten. Zeg je, ik gebruik dat meerdere keren per week, dan schrijf je daar je kruisje. Vervolgens ga je naar opdracht 2 en ga je je top 5 maken van de media die dat je het meest gaat gebruiken naar het minst gaat gebruiken. Dus het meest gebruikt betekent dat je dat op 1 zet. Dus bijvoorbeeld, jij zegt de radio, dat luister ik dagelijks. Dan schrijf je op plaatsje nummer 1, schrijf je daar radio op. Ook dit is weer persoonlijk voor iedereen. Heb je iets niet gebruikt, dan gaat dat natuurlijk op plaats 5 komen. Stel dat je die media gaat gebruiken, waarvoor gebruik je die dan? Dus als jij een krant gaat lezen, stel dat je hem niet leest, kan je hier nergens een kruisje aanzetten. Dus nergens komt daar een kruisje, maar stel dat je het wel gebruikt, gebruik je het dan voor informatie op te zoeken? Gebruik je het als ontspanning, dus gewoon voor je even te ontspannen, zoals dat je ook kan gaan lopen voor te ontspannen, maar dan een krant lezen om eventjes tot rust te komen. Om contact te hebben met vrienden, dat is natuurlijk moeilijker bij een krant. Mij op andere gedachten te brengen, dus gewoon voor aan iets anders te denken, of gewoon bezighouden omdat ik niets anders te doen heb. Als je een van die mogelijkheden ziet, dan zet je daar weer een kruisje aan. Opgelet, bij deze opdracht kan je ook meerdere kruisjes zetten. Maar het kan ook zijn dat je geen enkel kruisje moet plaatsen. Succes!